Oh, kijk eens, de coaching hier. Ja, ja. Dat is toch coaching die ik niet zo snel... Oh. Zo, La Croqueta. Oh, Nick. Die schoot met links. Neem hem aan. Corner nog. Daar schoot Ronaldo met links. Corner van VVV met Gullit. Oh. Oh. Terwijl je wel een goede kans zou gaan krijgen hier. Zo, wat een hier. Fout. Kruijf en wat was een fout. Nee, de goal voor ADO 1-0. Ja, ah, maar... Je vroeg om een moment. Nou, dan krijg je hem. Kijk eens, kijk eens. Oei, dat is de 1-1. Nee. Oh, goed dat hij niet met deze schoot, hè? Nee, maar weet je wat mooi is aan deze? Goeie goal, hoor. 1-2 zijn. Rustig op. Ja. Als ik getimed vind, is hij niet uit had gezet, was deze mis geweest. De uitgoal is binnen. Eigenlijk enige keer wanneer ik time. Nou, Jens komt weer voor de goal. Kom weer voor de... Oh, wat? Oh! Oh, wat een... Zo, bizar. Of niet. Breed spelen en dan... Dat is dom. Ja. Dan is dit een 1-1. Zag je al mijn back day? De rust wordt bewaard bij Den Haag. Zeker. Maar als nog wel veel mensen nu in de aanval, dan is dit een penalty. Dan? Oké, dat, dat is vrij snel in deze wedstrijd. En dan was de vraag of Danny een doelpunt kon maken. Nou. Nou, hij krijgt nu een vrij aardige kans. Oh, oh, dan wordt hij gered. En dan in de rebound. Nee, oh nee. Wow. Daar komt VVV goed weg, Bas. Goal. Ja hoor, kijk eens. Dit is wel heel goed. Hij legt hem hier ook perfect af. Ja, ja dat zijn. Moet hem worden. Oh, oh, ja. Ik dacht even dat hij mis was. Schitterende goal. Goeie goal. 1-1. Hey. En zo is het dus overal. Ja. Ah, dit is wat Danny nodig had, hè? Een 2-2. Hier dan Messi. Messi legt hem terug op Neymar. Neymar. Oh, oh, wat een actie. Oh. Zo. Wat was dat dan? Dat was een backflip of zo. En Dennis is er nu een beetje aan het uitzoeken. Kijk eens. Oh nee, dat is linker. Oh! En dat is daar de goal. Ja, dit, ja, dit is het risico van als je tegenstander het initiatief laat geven. Keeper komt, ja, die gaat voorgeven. En dan wordt het ook nog eens een 3-1. Ja. Ja, schitterend uitgespeeld. Ik kan niks anders zeggen. Ja, ja. Je ziet het vaker, hè, die bal, die hoge steek boven de linkerkant. Nee, maar schitterend uitgespeeld. Ja, absoluut. Deze wedstrijd zit erop. Het is VVV wat 3 punten overhoudt aan deze tweestrijd tegen de mannen van Den Haag.